Ik zou jullie eens een geheim vertellen. Sinds april 2020 ben ik bezig met de GTST Classics te kijken. Ik ben met seizoen 1 begonnen en heb ik af en toe even doorgekeken. Nou, op een gegeven moment heb je wel eens dat de afleveringen op zijn. Want ze plaatsen mij één keer of elke werkdag plaatsen ze een nieuwe aflevering. En als je steeds meer aan het kijken bent, is het op een gegeven moment wel eens op. Dus dan moet je even wachten en dan keek je in de tussentijd weer wat anders. En dan kwamen er weer nieuwe afleveringen bij en dan ging ik die weer kijken. En zo door en zo door. Nou, met die GTST Classics op Videoland. De laatste aflevering die ik gezien heb, was die aflevering dat Mina werd aangereden. Toen nog als klein meisje. Hartstikke leuk natuurlijk om dat terug te zien. Dus die oude afleveringen. Maar omdat er op dat moment geen nieuwe afleveringen meer bij stonden, en ik weer even moest wachten, dacht ik, misschien kan ik in de tussentijd het eerste seizoen wel eens weer terugkijken. En ik had hier een DVD-box. Die heb ik ooit gekocht. Ik weet niet meer waar, of het nou een keer bij de Mediamarkt was. Of in een Krimloop. Dat weet ik niet meer. Ik denk bij een Krimloop, want hier staat de prijs 14,50 €. En ik denk dat zo'n box, kijk deze, dat die wel wat duurder is als je hem nieuw koopt. Dus ik denk dat dit een tweedehandse was. Maar ja goed, alle afleveringen van seizoen 1 staan erop. Dus dat is wel leuk om terug te zien. Kijk, deze DVD-box, die duurt 80 uur. 80 uur en 195 afleveringen. Dus ik heb er ongeveer 2 weken over gedaan, over die DVD-box. En in de weekenden vooral heel veel gekeken. Want dan ben je toch vrij, dan kijk je elke, kan je meerdere afleveringen op één dag kijken. Dus, dat is wel leuk. Maar het eerste seizoen van Goede Tijden, het was wel leuk om terug te zien. Ik heb het 3 jaar geleden voor het eerst gezien. GTST seizoen 1. En nu heb ik het weer eens gekeken. Nou, het is wel weer leuk en zo. Zo'n serie met Peter Kelder, Helen Helmink, Daniel, Simon Dekker en zo, Linda Dekker, Robert, Jeff, Laura. Weet je, het eerste seizoen is best wel leuk. Het moet een beetje op gang komen. Het eerste seizoen is niet het beste seizoen. Want het eerste seizoen is vooral met hele jonge acteurs en zo. Die nog een beetje, ja, hoe zeg je dat? Een beetje jonge acteurs die nog een beetje de weg moeten vinden waar ze, hoe ze willen eindigen en zo. En hoe ze willen, wat ze willen worden en zo. Dat was het. Maar voor de rest heeft het wel leuke verhaallijnen, zoals Helen Helmink. Die had dan een zoon, en dat was Peter Kelder. Maar zij wist dat niet, zij dacht dat de zoon al jarenlang dood was. Dus zij wist niet dat Peter haar zoon was. En er komt dus een andere jongen op een gegeven moment, hoe heet hij nou, David was het. David Hakema of zoiets. Die doet zich voor als Helen zijn zoon. Was hij uiteindelijk niet, was een oplichter. Maar ja, zover ben ik nog niet. Maar dat is pas bij seizoen 2, dat het verhaal wordt afgerond. Maar dan doet dus iemand zich voor als de nepzoon. En dat is een criminele jongen, die ook in staat is tot moord. Dus dat wordt wel een beetje spannend. Voor de rest, voor verhaallijn had je nog meer. Nou, dat viel me trouwens wel op, dat had ik vroeger ook al. Je hebt op een gegeven moment, ze gaan een dagje vissen of zoiets. Of nee, zeilen was het volgens mij, ze gaan met z'n allen zeilen. Dus Simon Dekker, Jeff, John Alberts en zo, die gaan allemaal zeilen. En Arnie natuurlijk. Nou, op een gegeven moment zit John, die zit op dat water, maar die kan helemaal niet zeilen. Dus Simon wil hem redden. Simon Dekker, die wil dan John Albers redden. Maar hij verdrinkt daarbij zelf. Nou, hij blijkt er later nog te leven en hij heeft geheugenverlies. Nou, een paar jaar later, in de seizoenen die ik daarna een keer gezien heb, kwam het verhaallijn met die geheugenverlies, kwam nog een keer. En toen was hij ook in het water verdronken. Dus ze hebben 2 keer een verhaal gehad met geheugenverlies. Dat iemand verdronken was, dat ze dachten dat hij dood was. Ze dachten 2 keer dat hij dood was. Beide keren was hij verdronken. Beide keren had hij geheugenverlies. Uiteindelijk. Nou, 1 keer lijkt het maar onmogelijk dat zoiets gebeurt. Maar dat je 2 keer... Dat 2 keer mensen net denken dat je dood bent. Terwijl het helemaal niet zo is. Dat je beide keren geheugenverlies hebt. Ja, 1 keer is al moeilijk. Maar 2 keer dat mensen dat denken. Het is niet echt realistisch. Maar ja, Goede Tijden is alles behalve realistisch. Maar wel leuk om terug te zien. Voor de rest, het seizoen. Het moet een beetje op gang komen. Het is niet het beste seizoen. Maar ja, dat is altijd zo met series. Ja, de eerste seizoen is nooit het beste. Meestal niet, hè. Soms zijn er wel uitzonderingen dat het eerste seizoen wel het beste is. Maar meestal moet je even wennen aan de serie. De personages moeten even hun intrede maken. Alles moet even wennen. En dat heb je dan met Goede Tijden ook dan, hè. Want vanaf seizoen 2 en 3 en zo wordt het alweer weer beter. Ja, nou, ik bedank jullie voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer. En als je deze box wil kopen, hij staat op bol.com.
Dus daar kan je de DVD-box kopen. Nou, doei! Hier gaat Wouter.